Wie zijn jouw vijanden? Met wie kun je niet overweg? Of aan wie heb je zelfs echt een hekel? Ik heb zelf niet echt vijanden. Ja, af en toe een medeweggebruiker of de in onze tuin poepende kat van de buren. Maar dat is het dan ook. De tekst waarin de Heer Jezus oproept om je vijanden lief te hebben, staat dan ook best ver van mij af. Bij onze vervolgde broers en zussen is dat anders. Zij worden vervolgd, uitgesloten, gevangen gezet of krijgen zelfs met moord te maken. Stel dat je dan die uitspraak van de Heer Jezus leest. Dan heb je echt zijn bovennatuurlijke liefde nodig. Christenen in Syrië moeten hier dagelijks een keuze in maken. Toch horen we steeds ontzettend bemoedigende verhalen van mensen die blijven staan, ondanks vervolging en tegenslag. Over mensen die hun vijanden dienen en soms zelfs de helpende hand bieden. Dat inspireert mij. Als je denkt aan wat de Heer Jezus over jouw vijanden zegt, welke boodschap heb jij dan voor hen?